Madame et monsieur, bonjour en welkom terug bij Le Crazy Chef. Op dit moment zitten er een heleboel mensen ziek thuis. En wat is dan belangrijk? Vitamine, denkt Le Crazy Chef. Ik heb van tevoren alvast even een drankje voor mezelf geperst. Om de nodige vitamine C binnen te krijgen. Maar dat is niet het belangrijkste. Want vandaag ga ik jullie een heel simpel recept leren. Wat alsnog een gigantische vitaminebom is. De fruitsalade. De fruitsalade is heel simpel, want het enige wat we daar echt voor hoeven te doen is fruit snijden. Daarom heb ik alvast wat fruit hier klaargelegd waar we zo meteen onze salade mee gaan maken. Vergeet natuurlijk niet dat je van tevoren het fruit nog heel even wil wassen. Want als je het niet gaat schillen zoals je bij een banaan doet, dan wil je het nog heel even wassen. Want als je een fruit hebt, zoals de aardbei, die heel erg dicht op de grond zit, dan kan daar mogelijk modder op gezeten hebben. En daar kun je heel ziek van worden. En dat is jammer als je al een vitaminebom van een fruitsalade maakt. In ieder geval, wat hebben we nodig? Een snijplank. Een mes, het liefst een kleine, want dat is veilig. Een klein lepeltje voor de kiwi. En een grote lepel voor de meloen. Daarnaast heb je een vrije keuze aan fruit. Maar hier is mijn favoriete collectie. Een banaan, een peer, de besjes, aardbeien, frambozen, kiwi, appel en een lekkere meloen. Welkom bij mijn snijplank. Er is een heleboel wat we moeten gaan snijden. Dus laten we beginnen met iets heel erg simpels. De aardbei. De aardbei hoeft in niet heel veel kleine stukjes gesneden te worden om in een fruitsalade te passen. Dus ik laat je de simpele wijze zien waarop je dit doet. Allereerst moet de kroon eraf. Zoals we al eerder hebben geleerd, is het belangrijke bij het snijden dat je niet in je vingers snijdt. Dus zet je nagels zo neer dat je met het mes nooit in je vingers kan snijden. Gewoon zo, langs de nagels op. En zo snij je de kroon eraf. Nu dat de kroon eraf is, doen we onze vingers om de aardbei heen. En snijden we die doormidden. Wil je de stokjes nog kleiner, dan snij je ook deze stukjes doormidden. Zo, die kunnen in de fruitsalade. Het volgende stukje fruit wat we gaan snijden is misschien een klein beetje lastiger, maar niet heel erg lastig. De peer. Ook bij de peer zit er een stukje aan wat wij natuurlijk niet gaan opeten. Dus dat willen we eerst van afsnijden. Heel simpel, let op je vingers en zorg dat je niet in je vingers snijdt terwijl je het bovenste gedeelte eraf snijdt. Dan is het bij de peer erg makkelijk om hem gewoon één keer doormidden te snijden. Op dezelfde manier als bij de aardbei, maar de peer is gewoon een klein beetje groter. Voor ons snijgemak doen we de peer nog een keer doormidden. Als je geen fan bent van de zaadlijsten, kun je die er nog heel even uitsnijden. Dat doe je door de peer neer te zetten en gewoon schuin er langs te snijden. Herhaal dit voor alle andere stukjes peer. Door het op deze manier te doen, zorg je ervoor dat je vingers niet bij het mes in de buurt hoeven te komen. Dan, als we deze vier stukjes peer hebben, snijden we het gewoon weer in kleine stukjes. Dit achterste stukje van het kontje kun je weggooien. Alles waarvan je denkt, nee, dit ga ik niet opeten, mag je in principe weggooien en snij je gewoon weg. Dat betekent natuurlijk niet dat je de hele peer weg mag gooien. Dan moet je gewoon geen peer in je fruitsalade doen. Dat zou een heel dom idee zijn. Zo. We snijden nog even de rest van deze peer en gooien die erbij in onze fruitsalade. Snijden stukjes peer en gooien die erbij in de fruitsalade. En het laatste stukje peer snijden we in nog kleinere stukjes. En dan gooien we de rest in de fruitsalade. Het fijne aan peer is wat groter. Dus we hebben maar één of twee peertjes nodig om al heel veel in de fruitsalade te kunnen doen. Nu nog een makkelijke voor jullie. De besjes. We hoeven ze namelijk niet te snijden.
Zorg natuurlijk wel dat ze netjes gewassen zijn van tevoren, zodat je ze niet van die vieze besjes in je fruitsalade gooit. Zo, hier is onze fruitsalade. En alle besjes gaan erin. Hetzelfde geldt voor de framboosjes. Als je die gewoon goed schoongemaakt hebt, kun je ze gewoon in één keer in de fruitsalade gooien. Nou, dat begint er al lekker uit te zien, toch? Maar we hebben nog heel veel snijwerk te doen. Dus laten we doorgaan naar een volgend stuk fruit. Nu is weer een leuke om te snijden. De kiwi. Waarom is deze leuk? Omdat we nu voor het eerst gebruik mogen maken van onze kleine lepel. De kiwi snij je namelijk zo. Eén keer door midden. Dan pakken we onze lepel. En gaan we de kiwi lekker uitlepelen. Dit betekent dat je de lepel langs de kanten wil laten gaan. En om er goed eronder te krijgen. En dan, als dat lukt, kun je hem er in één keer uitscheppen. Doe dit ook voor het andere stukje kiwi. Gewoon langs de kanten. En hoppakee. Eruit gesneden. De schil gooi je natuurlijk gewoon weg. Nu dat we deze stukjes kiwi hier hebben liggen, kun je hem gewoon in vieren snijden. En dan hebben we al mooie stukjes. Doe dit ook voor de ander. En doe deze ook gewoon in de fruitsalade. Dit wil je misschien met een aantal kiwis herhalen om een lekkere, met kiwi gevulde fruitsalade te krijgen. Behalve natuurlijk als kiwi niet je favoriete fruit is, want dan doe je hem natuurlijk niet helemaal niet in. Nu even iets waar je misschien de hulp van je ouders voor wil vragen. Want wij gaan aan de slag met een meloen. Met zo'n klein mesje is een meloen niet zo goed door midden te snijden. Dus pak er een lekker grote mes bij. Of laat je ouders het lekker grote mes erbij pakken. De meloen moet namelijk één keer door midden. Dit is hoe een meloen er van binnen uitziet. Het is geen watermeloen, maar het heeft wel veel grotere pitten. Die pitten zijn een probleem. We willen natuurlijk geen zaad in onze fruitsalade. Pak daarom je grote lepel erbij. En je rommelbakje. We beginnen met de meloen uit te lepelen. Zo. Al dat zaad er in één keer uit. Nou, dat ziet er al goed uit, toch? Dit doen we ook heel even met de ander. Je hoeft niet heel veel kracht te zetten. De zaadjes komen er best wel makkelijk uit. En het is tijd om de meloen zelf te snijden. We draaien allebei de meloenen om. En we kunnen nu weer gewoon werken met het kleine mesje. Het enige wat we hoeven te doen is deze stukjes meloen in vieren te snijden. Zo. Dit herhalen we ook even bij de ander. En nu kunnen we weer een wat lastiger stukje doen. Er zit namelijk nog steeds een schil op. Deze schil willen we niet opeten. Dus wat we gaan proberen is netjes de meloen er tussenuit te snijden. Zet daarom je meloen neer. En ga heel voorzichtig, terwijl je vingers lichtelijk op de schil leunt, snij je de schil ervan af. Probeer daarom niet hard naar beneden te snijden, want de meloen die laat het mes wel in zich snijden. Gewoon naar beneden, heel zachtjes snijden, waardoor het stukje schil er zo vanaf komt. Haal het ook bij de andere stukjes, waarbij je ervoor zorgt dat je nooit met het mes bij je vingers in de buurt komt. Als je ziet op het mes gaat door de schil heen snijden, haal dan even je vingers weg. Of probeer beter te snijden. Denk je, dit is veel te lastig voor mij? Laat het heel even door je ouders doen. Zo, ik heb alle stukjes meloen gesneden. Nu is het laatste stukje kleinere stukjes meloen ervan maken. We volgen eigenlijk gewoon weer hetzelfde snijproces als we deden met de aardbeidjes en de peertjes. Het is heel erg simpel, gewoon
kleinere stukjes snijden. Let er nog steeds op dat je niet bij je vingers aan de buurt komt, want je wilt niet in je vingers snijden. Dat is niet zo fijn. Zo, dat is alles gesneden van de meloen. Laten we doorgaan naar het volgende. Nu zijn we aangekomen bij de laatste twee stukjes fruit. De banaan en de appel. Eerst laat ik nog even de appel zien. De appel is wat lastiger te snijden, maar als je het eenmaal onder de vingers hebt, is het prima te doen. De appel gaat wel wat meer weerstand bieden, dus let daarmee op. We houden onze vinger er goed op en snijden hem dan één keer doormidden. Nu hebben we twee stukjes. Deze stukjes leggen we op de platte kant neer. En dan snijden we allebei weer een keer doormidden. De reden waarom appel zo raar is, is dat het een klokhuis heeft. En klokhuizen zijn absoluut niet lekker in de fruitsalade. Je wilt gewoon geen zaad opeten als je met je fruitsalade bezig bent. Daarom, en hier is het belangrijk dat je heel goed oplet, hou je hem recht. Snij je met gemak naar beneden, het klokhuis eraf. Zie je, dat is simpel. Maar let er ook hierop dat je niet in je vingers snijdt. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Niet in je vingers snijden. Recht neerzetten en zo naar beneden snijden. Laat de zwarte kracht het werk doen. Recht neerzetten en naar beneden snijden. Recht neerzetten en naar beneden snijden. Als we dit gedaan hebben, is het gewoon weer simpel. Kleine stukjes maken. Nu denk je misschien, maar chef, normaal moet je toch altijd de schil van de appel eraf halen? Ik zeg non. Waarom zeg ik non? Onder de schil van de appel zitten de meeste vitamine. Die wil je er absoluut niet vanaf halen. Hier zit nog een klein beetje vies stukje. Dat snij je ook vanaf. En dan gewoon weer in kleine stukjes. De chef heeft nog even de rest van de appels gesneden en nu zijn we aangekomen bij ons laatste stukje fruit. De banaan. Om de banaan te kunnen snijden, moeten we hem eerst schillen. Want de bananenschil is niet heel erg lekker in onze fruitsalade. Nu zie ik heel veel mensen hier van de bovenkant openmaken. Niemand weet beter hoe je een banaan schilt dan de aapjes. Zij pakken hem aan deze kant. Want als je daar je nagel onder zet, kun je met het grootste gemak de banaan schillen. Schil hem helemaal naar beneden en de banaan valt er zo uit. Dan is het enige wat je nog hoeft te doen, de banaan in kleine plakjes te snijden. De banaan toont geen weerstand, dus het is erg makkelijk om die plakjes voor elkaar te krijgen. Voilà, een bak gevuld met fruit. Gezonder kan het toch echt niet. Er is alleen nog één ding wat we moeten doen. Er zitten wat fruitjes bovenaan en er zitten wat fruitjes onderaan. En wij willen dat ze lekker door elkaar gaan. Wij pakken een grote lepel die wij in het begin... Een kat is niet hygiënisch in de keuken. Zo, laten we doorgaan met ons recept. Wij pakken de grote lepel van het begin. En gaan... door de salade heen. Het kan zijn dat je een beetje knoeit. De chef zegt dat is geen probleem. Je ouders misschien wel. Dus let daar mee op. Zo, nu dat alles door elkaar heen zit, kunnen we gaan eten. Ik hoop dat jullie dit een informatief filmpje hebben gevonden en dat jullie lekker je eigen fruitsalades gaan maken. Stuur mij filmpjes of foto's van jullie fruitsalades en ik kijk er naar uit. Maar ik ga alvast aan het eten. Au revoir! Draai maar je fuck!